De stichting RUMAS heeft de training over je top succesvol afgesloten. Het project werd uitgevoerd te Bosbivak van 12 tot en met 15 januari. 9 vrouwen van verschillende gemeenten namen deel aan de training. Die ging over het versterken van je innerlijke kracht. Tijdens de certificaatuitreiking vertelde RUMAS-directeur Emmy Hart meer over de training. Toen broeder vrouw mij vroeg, dat is als een geestelijke leider, laten we mannen trainen. Hij kwam uit België. Hij heeft gezeten in Brazilië, in Amerika. Toen zei hij, hij wil mannen trainen. Ik zeg, boy, om te trainen heb je geld nodig. Oké, het is op de een of andere manier gelukt. We hebben mannen getraind en we hebben de donaties gehad. En toen kwam hij, laten we vrouwen trainen. Ik zeg, waarom zou je vrouwen trainen? Hij zegt, we gaan vrouwen trainen, want nu zijn die mannen getraind, maar die vrouwen nog niet. En hij had niet genoeg vrouwen en toen wilde hij 11 vrouwen hebben. En toen we aan de start kwamen, waren er 9 vrouwen. Het is niet normaal, het is heel normaal. Want hij heeft 9 mannen getraind en op een mooie manier heeft hij weer 9 vrouwen getraind. Dat wil zeggen dat RUMAS 18 getrainde mannen en vrouwen heeft. Stichting RUMAS staat bekend om haar activiteiten voor jongeren. De stichting traint vooral hangjongeren en dropouts. De vraag om ook vrouwen te trainen was heel groot. Nadat Lilian Wiebers voor de donatiemiddel had gezorgd, startte de training, zegt Hart. En mensen zullen zich afvragen, waarom moet RUMAS vrouwen trainen? Mevrouw Hart, ik als directeur, heb heel pas een visie gehad dat we in Suriname vrouwen moeten gaan trainen. Ik vroeg me af, het kan niet, want ik wil niet met vrouwen werken, ik werk met jongens. Intussen had Lucien het al gehad. Alleen hadden we geen geld. En op een heel mooie manier heeft mevrouw Becker ingespeeld. Er is geen geld. Maar RUMAS heeft toch geld? Ik zeg, we hebben niet. Ze zegt, maar je hebt donaties gehad. Begin aan een donatiemoney. Met dat noem je nog voorzien. Begin aan een Josisagadodo. Precies 2 dagen dat we hebben gezegd, we gaan werken met donatiegelden, hebben we een donateur gevonden. Mevrouw Lilian Wieber zit hier, ze zal het straks zeggen. En ze heeft het programma kunnen sponsoren. Ik vraag haar alvast een applaus voor mevrouw Wiebers voor haar organisatie. Je zag dus Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS, bij de uitreiking van de certificaten van de training over je top.